Hoi lieve mensen, alles goed met jullie? Ik ben Sadia. Ik ga lekker korma maken. Rond vlees met koolrab. Dat is echt lekker en jullie moeten gewoon proberen. Doe rond vlees in de pan. Dan snij de uien grof. En die doen we gelijk in de pan. Dan gaan we gember schillen en stampen. En gelijk knoflook erbij, ook stampen. Deze doen we gelijk in de pan. Daarna kruiden, kurkumapoeder. Chilipoeder, korianderpoeder, zout, even goed mixen. Kook voor ongeveer 5 minuten totdat water is vrijgekomen. Kijk eens, nu is water vrijgekomen. Hoef geen extra water toe te voegen. Daarna even 10 minuten laten koken op hoge druk totdat vlees gaar is. 10 minuten. Kijk eens, 10 minuten is voorbij. Daarna die druk laten ontsnappen. Nu vlees is gaar, die water moet helemaal droog zijn. En daarna zonnebloemolie erbij doen. Daarna tomatenpuree. Even mixen en laten koken. En daarna gelijkertijd garam masala toevoegen. Daarna die Turkse peper. Grof snijden die niet heet is voor smaak. En blijf lekker koken en daarna weer vleeskruiden erbij doen. Even door laten koken totdat water verdampt is. Als je water helemaal verdampt is, dan we gaan koolraap erbij doen. Even goed mixen, 2 tot 3 minuten laten koken. Ik heb 600 ml water toegevoegd. Als jij wil, meer of minder kan ook. En daarna een klein beetje suiker erbij. Niet vergeten. Rustig laten koken totdat die koolraap gaar is. Als jij weinig tijd hebt, dan kan je ook 10 minuten op de hoge druk. Kijk eens, 10 minuten is voorbij. Daarna die druk laten ontsnappen. Nu is koolraap helemaal gaar. Doen we nu verse koriander even op lage vuur 5 minuten laten koken. Daarna kan je ook lekker serveren. Hoe ga je serveren? Naan, roti, rijst, moet zelf weten of brood. Dankjewel om te kijken. Niet vergeten duimpje omhoog, abonneer mijn kanaal en delen met de familie en vrienden. Tot volgende keer. Doei!